Wat ga jij kiezen, Ron? Mijn beste keus ooit ben jij, Marjan. Mijn beste keus ben jij. Ron en Marjan uit Bussum, jullie waren hier vorig jaar ook. Ja, klopt. We hadden toen die heerlijke carpaccio. Ik weet het. En werkt Marjan nog steeds op een basisschool? Ja, goed onthouden zeg. Ach, ik heb het allemaal genoteerd hier in deze schriftjes. En ook dat u volleybalt en u bent chirurg. En waar gaan jullie dit jaar heen op vakantie? Ik wil altijd naar Italië. Altijd Italië. En favoriete tv-programma? Vlogmania. Ah, lekker gek, hè? Ja, lekker gek. En lievelingsartiest? Suzanne Freek. Ah, S en F. Eens eventjes kijken. Ja, dan heb ik voor u als voorgerecht weer de carpaccio. En voor mevrouw de salade met geitenkaas. Dat is precies wat ik wilde bestellen. Voor mij ook, hoe weet u dat? Ik leer jullie kennen, zodat ik betere service kan geven. Geweldig, zoveel persoonlijke aandacht. Ach, je legt wat verbanden. Hier, chirurg, werkt met rauw vlees, altijd Italië, saai hetzelfde. Dit nam mij vorige keer ook. Stopt u mijn man nou in een hokje? Ah, niet jaloers worden, u zit ook in een hokje. Het schooljuf volleybal lekker gek geitenkaashokje. En nu, willen jullie champagne? Nee. Jawel, een rijke chirurg uit Bussum die bestelt een champagne. Ik niet? Niet? Oké. Nee, hier leer ik van. Het past ook helemaal niet bij de groentelasagne die Marjan straks neemt. Wie zegt dat ik een groentelasagne neem? Mijn algoritme. Eerdere juffen die Marjan heette en van Suzanne en Freek hielden, die namen ook de groentelasagne. Mag ik zelf kiezen? Nou, zelf kiezen is zo ouderwets. Uw mobieltje bepaalt al welk nieuws u ziet, wat u koopt. Nee hoor, dat bepaal ik zelf. Wat knap dat de computer u dat gevoel kan geven. De ober heeft het over AI, kunstmatige intelligentie. Klopt, en ik doe AI met mijn eigen kopie. De computer pakt al zoveel werk van ons af. Ik dacht, dit ga ik eens lekker van de computer afpakken. Waarom? Nou, als ik jullie precies geef wat jullie willen, dan blijven jullie langer. En dan word ik rijker, van AI geleerd. U hoeft ons gedrag niet te voorspellen, wij zijn uniek. Dat denkt elke Marjan dat ze uniek is. Maar goed, wat zou u zelf kiezen dan? Toevallig ook de groentelasagne. Ja, dat wist ik dus al. Maar ik zal u het gevoel geven dat u zelf gekozen hebt. Wow, ik zit in een algoritme. Daarnet genoot u nog van al die persoonlijke aandacht. Je hebt heus wel een eigen wil, Marjan. Ik moet wat drinken. Ja, dat komt omdat ik steeds stiekem die fles champagne laat zien. Nee, ik heb gewoon dorst. En dat heb ik voor u bepaald. Het is net zoals die reclames op social media doen. Schenk maar in, Alain. We zouden altijd samen blijven, maar wie er was is niet meer bij me. Suzanne en Freek, en dan bestellen jullie meer champagne. We bestellen helemaal niks meer, wij vertrekken. We hadden meteen al toen u ons in een hokje stopte weg moeten gaan. Ah, u bent langer gebleven dan u wilde. Dus het werkt wel. We komen hier nooit meer. Mijn niet-kunstmatige intelligentie voorspelt inderdaad dat jullie hier nooit meer terugkomen. Dat is onze eigen keuze. Ah, heel fijn dat ik jullie dat gevoel kan geven. Jullie wazie, wazie, wazie. Jullie wazie, wazie, wazie.